Wanneer ik met de meid aan het type ben en ik zie kans, ja, dan doe ik het gewoon. Ja. Je gaat maar door. Ja. Ze kunnen me niet pakken. Jij bent niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen. Nieuws. Kan je tegenwoordig nog een naaktfoto versturen? Ja, waarom niet? Mag toch zelf weten? Nou, dat is toch hartstikke prikkelend? Weet je toch ook wel? Waarom stuur je geen naaktfoto's? Het is gewoon heel leuk en speels en nou ja, verkennen. We beginnen met spannende appjes en in de vervolgstap is er spannende plaatjes. Onlangs is het bekend geworden dat er 30.000 foto's van Nederlandse jongeren bij andere mensen liggen waar ze niet voor zijn bedoeld. Veel, veel, veel meer. Als ik al bekijk hoeveel ik er heb, zeg maar, en ik doe er niks mee. Want mijn vrienden kunnen mij vertrouwen. Maar ik heb vrienden die sturen mij hele pikante foto's van hun nieuwe verkering. Omdat ze zo trots zijn. Omdat ze het zo cool vinden dat het meisje dat durft. Dus het gebeurt alom. Dit is 2024. Nou, ik stuur ze nooit zo erg dat als het wordt doorgestuurd dat het een hel zou worden of zo. Er is dus een kans dat die naaktfoto's worden doorgestuurd en dat ze in verkeerde handen komen. Ben je daar bang voor? Als je het naar de verkeerde persoon stuurt, ja, dan wel. Maar dan heb ik ook wel zoiets van, oké, ik steek hand in eigen boezem. Ik heb het zelf gedaan, ik heb dat zelf verstuurd. Wie van jullie heeft er wel eens een naaktfoto verstuurd? Ja, ik. Ja, 10. Ja, elke week doe ik het wel. Ja, ik zie het meer als een gewoonte. Een gewoonte? Ja, maar als je het zo vaak doet, ja. Dan is het niet wat meer... is daar leuk aan dan? Ja, het geeft mij gewoon een kick. Want ja, ik moet mezelf laten zien. Kijk, ik ben blij met hoe ik eruit zie. Ik heb wel eens gewoon dat ik op Snap gewoon random mensen voeg en dan is het zo van... Wil je dikpik en dan sturen ze het gewoon gelijk. Doe je dat gevraagd, ongevraagd versturen? Ja, eigenlijk allebei. Gewoon, ja, wanneer ik met de meid aan het typen ben en ik zie kans, ja, dan doe ik het gewoon. Wat zeggen ze dan? Ja, meestal gewoon, ja, ik vind het vies, dan maak ik gewoon nog één. Ja. Je gaat maar door. Ja, ze kunnen me niet pakken. Jij bent niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen. Ik ben niet te stoppen. Ik ken profvoetballers die deelden foto's met hun vrienden. Van meisjes in shirts van bepaalde clubs die orale seks met hen bedreven. Denk je, geniet ervan. Waarom moet er een plaatje van? Wat gebeurt hier achter allemaal, joh? Wat doen jullie nou? We doen even een interview hier over naaktfoto's. Komen jullie in beeld staan? Kan je in deze tijd nog wel een naaktfoto sturen? Nou. Of zeg je van ja, dat is slimmer om dat gewoon niet te doen of om er even mee te wachten? Niet te doen, want je maakt er echt mensen kapot mee en al helemaal als het wordt doorgestuurd, zeg maar. Of je hebt iemand volledig verkeerd ingeschat. Of ja, je gaat toch echt wel met de verkeerde persoon om, I guess. Heb je dat wel eens gezien in de omgeving, in jouw omgeving? Ja, op de middelbare school heb ik het wel eens meegemaakt. Ja. Niet bij mij, maar bij een vriendin. En wat voor gevolgen heeft dat dan? Dat is heel kut. Er worden ook wel eens foto's doorgestuurd, wat vind je daar dan van? Ja, dat vind ik niet kunnen. Als je een foto maakt, ja... Degene moet gewoon houden voor zichzelf, ja. Wat voor gevolgen kan het hebben voor degene die die foto gestuurd heeft? Nou ja, op het moment dat de mensen die dat in vertrouwen krijgen doorgestuurd, dat vertrouwen beschamen, ja, dan kan het alle kanten uitgaan. Kijk, we leven in een beeldcultuur. Mensen houden van plaatjes. Ze gaan steeds meer op plaatjes in plaats van tekst. En 40 jaar geleden had je spannende verhaaltjes. En daar kocht je een boekje bij en toen stonden de verhaaltjes online. En toen had niemand meer zin in het verhaaltje. Wilde iedereen gewoon het dampende beeld. Dus, gaan we vanavond even een foto naar elkaar sturen? Ja, is goed. Kijk. Die hebben we binnen. Ik vertrouw jou. Jij stuurt dus graag naaktfoto's. Even aan de dames een bericht dan. Jongens, dames, voeg me allemaal op Snap als je een naaktfoto wil. Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk. Abonneer even hieronder en dan krijg jij meer video's.